Ingooi richting Velios, die kan verlengen. Die perfecte actie van de spits, maar ook een perfecte redding van de keeper. Hele goede spelervatting van Pek Zwolle. De ingooi van Van Hintem op de kale knijter van Velios. En de omhaal van T die er natuurlijk mag zijn. Hoekschop stond nog. Schotje nog van T. MVV schakelt snel om. Goede trap van de keeper. De bal op de rug bij Bogarde. En dan valt hij hier goed. Kan de hoek worden uitgezocht en zit hij erin. Is daar het doelpunt van Blummel en staat MVV op voorsprong. Niet voor het eerst schakelt MVV heel snel om. Zo kwam Costons eerder al bijna aan een grote kans. De hoekschop van Pek Zwolle. Dan is er even de vraag, is er hier sprake van Hens? Ik denk het niet. Daar gaat de scheidsrechter niet voor fluiten. Dan de trap van Matisse, die is goed. Valt wat gelukkig. En Blummel weet wel wat het is om een doelpunt te maken. Het is 0-1. Lennarty, Medunjanin. Van den Belt, dan gaat het wel wat sneller. Voorzet Tutuarima, kans, Velios raakt hem niet vol. Maar raakt nog wel de paal. En in de nastoot een zwak schot van Bogarde. Eerste serieuze kans in de tweede helft voor Pek Zwolle. Fijne voorzet van invaller Tutuarima. Velios raakt de paal. Landou. Oh, goede voorzet en hij gaat er niet in. Daar was Velios weer. Echt een hele fijne voorzet dit van Landou. En ternauwernood weggekopt door Van Helden. Anders had hij hem denk ik nu wel binnengeknikt, Velios. Van den Belt. Oh, wat een mooie paas. En dan nu de goal. Nee, de bal wordt van de lijn gehaald. Door Matteo Waam. Schitterende aanval van Pek Zwolle. Opgezet door de regisseur in de formatie van Dick Schreuder van den Belt. Eerst wegdraaien en dan deze steekpaas. Heerlijk op Tutuarima. Landou en van de lijn gehaald door Waam. MVV kan weer gaan counteren. Ruimte bij Blummel. Blummel komt vrij. Blummel kan de wedstrijd gaan beslissen. Met zijn tweede goal. Blummel en een uitstekende redding van Schendelaar. In de omschakeling voor de zoveelste keer vanavond wordt MVV levensgevaarlijk. Blummel. Klinkt het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Het is de derde nederlaag van dit seizoen voor de ploeg van Dick Schreuder. MVV countert zich naar een 1-0 overwinning